50 meter, 30 meter. De zon schijnt en de start is gevallen. De paarden zijn gestart voor de laatste koers van vandaag. En het is na de start aan de buitenzijde Exclusive Renka die de leiding neemt voor Gigant Bravado. Daarachter in derde stelling Irish Steel. En vierde aan de binnenzijde volgt Hoewel. Helemaal aan de buitenzijde komt Arabesque Hazelaar naar voren. Mogelijk de beste tactiek om in praktijk te brengen met dit paard voor Danny Brouwer. Als de deelnemers de bocht doorkomen en de leiding is voor Irish Steel. Arabesque Hazelaar in het buitenste spoor blijft progressie boeken. Exclusive Renka weet zich nu in derde positie en dat is de stand van zaken in het front. Als de deelnemers de rechte lijn voor de tribune inkomen, het Gigant Bravado was vierde. Een klein gaatje van anderhalve lengte tot Hoewel. Daar zien we dat Jaap van Rijn eens achterom kijkt. En dan kan hij zien dat hij Ismael Boko bij zich heeft. En Sherry of Hearts die volgt ook dichtbij. Zo gaan de paarden zo dadelijk de laatste ronde in. De laatste van het peloton is op dit ogenblik Luxil Perron. En voorlaatst is Oro. We gaan de laatste ronde in en doen dat met Arabesque Hazelaar die inmiddels heeft afgelost. Arabesque Hazelaar heeft de leiding en heeft anderhalve lengte voorsprong genomen op het peloton. In tweede stelling volgt Irish Steel. De derde plaats is voor opkomend aan de buitenzijde Hoewel. Aan de binnenzijde trekt mee Exclusive Renka. Dat zijn aanvoerders op dit moment. Daarachter volgt dan Ismailev Boko. Terwijl Gigant Bravado een paar plaatsen moet prijsgeven. De laatste van het peloton is Luxil Perron. En zo zijn we aan de overzijde van de baan halverwege de overzijde nu. Met nog altijd Arabesque Hazelaar aan de kop. Arabesque Hazelaar op de tweede plaats, Hoewel, en Irish Steel ligt nog altijd derde. Het leidend trio wordt gevolgd door Ismailev Boko. Met aan de binnenzijde daarvan Exclusive Renka. En zo gaat het gezelschap dan richting... Uitgeschakeld nummer 10, galop nummer 10. ...voor Arabesque Hazelaar op de kop. Ja, paard was heel erg onstuimig en is ook niet te regelen. Arabesque Hazelaar is dus uit koers. En we gaan op weg de laatste bocht in. En daar is aan de leiding weer gekomen Irish Steel. Irish Steel, maar Hoewel, die ligt nog altijd in de wachtkamer. En daarachter volgt op de derde plaats aan de buitenzijde Ismailev Boko. Aan de binnenkant ligt in vierde stelling Exclusive Renka. En die wordt aangespoord door Ruud Pols voor wat meer te geven. Maar dat gaat voor ons nog niet gebeuren. Het is aan de binnenkant Irish Steel die leidt op de tweede plaats. Hoewel, aan de buiten zijde Ismailev Boko. En de paarden komen de laatste meters nu in de laatste koers op deze derby prepdag hier op Duindicht. En daar komt helemaal aan de buitenzijde naar voren toe Ismailev Boko. En Ismailev Boko wint de Lucky Last. Op de tweede plaats is het dan Hoewel en derde Irish Steel.